ik geniet van haar. We hebben nu mevrouw Oesloe. Ik die is goed, mevrouw, hè? Mevrouw Oesloe, dat wordt de ster van dit kabinet. Het is een prachtige vrouw. Ze heeft een betere uitstraling dan onze koningin. Ik hoor hier nog een fanclub aankomen. Ja, ja. Nee, maar die neemt er even bij. Die neemt er even bij. Maar mevrouw Oesloe, dat wordt een razend populaire mevrouw, denk ik. Okay. Want die heeft de looks en die heeft het charisma. Zo, maar ik heb alleen maar uiterlijke eigenschappen gehoord. Jawel, maar ik heb gehoord... Ik heb gehoord, er zat een of andere lulwammers van de VVD gisteren aan zo'n tafel. Ja. En die zei, ze had voor de cultuur gestreden als een beer. Oh ja, als een beer? Kan ook een ander dier. Ja, ik zat me even af te vragen. Dan was ik misschien in de war met geile beer. Oh ja, dat zou kunnen. Denk een lul in. Zou kunnen. Ja. Nou ja, weet je niet. Die moeten toch achterhalen. Is zij niet iets te verfijnd voor de politiek? Ja, ze ziet er... verfijnd en onschuldig uit. Maar de ervaring zegt mij, dat kun je wel eens in vergissen. Ja. En wat is dat voor ervaring dan? Hè? Nee, dat had je vroeger ook met gereformeerde meisjes. Dan denk je, daar wordt niks, maar die verraten hem op. Oké. Okay.